We naderen Sittard vanuit het noorden. Links Industriepark Noord en rechts zien we de wijk Hoogveld. De volgende wijk die we passeren is Overhoven met de Heilig Hartkerk. En het halfronde gebouw daarachter heet Gelderhof. Daarin is onder andere het wijkcentrum gevestigd. En iets verderop de plek waar het Maasland ziekenhuis stond, nu het Maasland Park. Het oude Franse klooster is aan de sloophamer ontkomen. En dan het centrum van Sittard, met op de voorgrond het nieuwe project Linie Sittard in aanbouw. De toren van de Petruskerk met zijn opvallende speklagen van mergel en bakstenen domineert het oude centrum. Het middeleeuwse stratenpatroon is van boven mooi te zien. En de markt is het bruisende hart van Sittard. Achter de Paterskerk aan de markt ligt het vroegere Dominicanenklooster. Nu is het een 4-sterrenhotel. En het grenst aan het oude Ursulinenklooster. Daarin zijn weer appartementen gemaakt. Het hele complex vormt nu het kloosterkwartier. We zien de in ere herstelde stadswallen met Schootsveld en de herstelde stadsgracht. Zo heeft de stad iets teruggekregen van zijn oude karakter. Het geheel is opgenomen in de lijst van Rijksmonumenten als beschermd stadsgezicht. Tot slot kijken we richting rand van de stad. Daar ligt de wijk Sanderbout met daarachter het stadion van Fortuna Sittard. En iets verderop zien we het complex Sportzone Limburg. En niet ver daar vandaan het Zuiderland ziekenhuis op de grens van Sittard en Geleen. En we verlaten Sittard via de Windraak. En dan genieten we nog even van het uitzicht op het vroegere zorgcomplex Waterslij. Met daarachter in de verte het zuiden van Sittard met de wijk Kollenberg. Links daarvan Münstergeleen. En helemaal daarachter Geleen. Maar dat bewaren we voor een andere keer.